De brand brak uit net voor half twee vanmiddag. In plaats van een binnenbrand in het bestaande complex van de sociale werkplaats bleek het te gaan om isolatiemateriaal dat vlam had gevat bij een nog in aanbouw zijn gebouw. Bouwvakkers konden op tijd gasflessen aan de kant zetten. De brandweer had het vuur in korte tijd geblust. Waardoor het isolatiemateriaal een brandvloog is nog niet bekendgemaakt. Gewonden zijn er niet gevallen. Ook hoefden er geen panden ontruimd te worden.